Look at me, I'm a train on a track. I'm a train, I'm a train, I'm a train, 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 yeah. Look at me, got a load on my back. I'm a train, I'm a train, I'm a chicken train, yeah. Hans, we zijn nu bij de generaal. En we zitten op de rails van het buurtspoor van vroeger. Dat klopt, Hans. Deze spoorrails zijn hier aangelegd in 1898. En officieel is geopend 27 juni 1898. En toen is het spoorlijntje aangelegd tussen Den Dolder en Baren. We noemen het Utrecht spoorlijntje, Utrecht-Baren. Maar er was al een lijn van Utrecht naar Zwolle en die ging via Den Dolder. En toen is er een lokaal spoortje aangelegd, vandaar een lokaal spoor, wij het hier noemen, van Den Dolder naar Baren toe. Voorbij Den Dolder takt het lokaal spoortje naar Baren af van de hoofdspoorlijn naar Amersfoort. De eerste halte kwam na ruim 2 kilometer, de Bats. De stopplaats is speciaal aangelegd voor jonkheer Rutgers van Rozenburg, bewoner van het nabijgelegen landhuis de Bats. De reden dat we hier zitten, dat is dat er hier een tentoonstelling is over het Stichtse lijntje. Ja, dat klopt. We hebben tijdens de Open Monumentendag in Baren hebben het voor elkaar gekregen om hier een kleine expositie te houden over het Stichtse lijntje. Hier hangen allemaal banniers hangen allemaal hier. Dan kun je zien van waar ze de treinen vertrokken, hoe lang ze erover deden. En er draait ook een film over het 100-jarig, ja, het Stichtse lijntje. Het treintje dat vertrok dus uit Utrecht, hè, dat vertrok er vandaan. Het had totaal 12 haltes, heel veel, waarvan al geloof ik al 3 of 4 al in de stad Utrecht. En het leuke is, bijvoorbeeld de Pals, dat is een landgoed, daar had je geen wachtlokaal, niets. Maar daar kon je gewoon aangeven aan de conducteur, ik moet uitstappen, ik moet bij de jonkheer Rutger van Rozenburg zijn, maar die woonde daar. En dan stopte de trein daar gewoon. En andersom, als je daar naartoe moest, bijvoorbeeld de bakker uit Baren, die ging altijd brood brengen bij het landgoed de Pals. Dan nam hij het brood mee, ging je met de trein daar naartoe. Bracht hij het brood, ging hij eventueel smiddags weer terug. Was het erg donker, dan, zoals 's winters. Wat deed hij dan? Dan stak hij een krant aan in de fik, een vuurtje eraan eigenlijk. En zwaaide hij gewoon met de brandende krant, zwaaide hij gewoon over het spoor heen. Zodat de machinist zag van jongens, oh, daar staat iemand te wachten, ik moet stoppen. Nou, op die manier stopte de trein. Als je dat een beetje pech had en je had geen krant bij je, of je had geen stallantaren bij je. Ja, dan moest je lopen terug en daar is die bakker vaak overkomen. Dan moest hij voor een paar luttele centen moest je helemaal teruglopen van de Pals, hè, pak een beet, 8 kilometer hier vandaan, helemaal weer in de Baren lopen. Het tweede station van Baren, Baren NCS geheten, of ook wel Baren Buurtstation, vernoemd naar de buurttreinen die hier vandaan naar Utrecht vertrokken, was voor een lokaal spoorstation ongekend luxe. Het had een riante spoorwegrestauratie en fraaie wachtruimtes voor het reizende publiek. Dat had enerzijds met de concurrentiepositie met het HSM-station te maken, maar ook met het feit dat men hier rekening hield met koninklijke reizigers. De lijn is hier aangelegd eerst als een toeristische attractie eigenlijk. Want toen de lijn hier kwam in 1898, werd er heel veel gebruik gemaakt door de welgestelde heren en dames eigenlijk. Want wat deden ze? Die kwamen allemaal uit Utrecht, vooral zondags. En dan gingen ze hier zondags recreëren. Hier in een groene omgeving. En dat kon ook gemakkelijk, want Baren had voor die tijd enorm veel te bieden. He, waar hier pal achter het station ligt het Barensbos, een prachtige locatie. Er waren heel veel hotels, we hadden het Badhotel, we hadden een heel mooi theater, Musica Sacrum, stond hoog aangeschreven. 500 plaatsen waren er al in die tijd. 6 kleedkamers erachter. Mensen kwamen met mooie koetswagens kwamen ze naar het theater toe. Dus in het begin werd er heel veel gebruik gemaakt door de welgesteld. Later werd ook veel gebruik gemaakt door de forensen. De mensen dus die gingen werken in Utrecht of die werkten bijvoorbeeld in een zeepfabriek in Den Dolder. En die gingen ze gewoon met de trein, konden ze daar naartoe rijden. Heeft Baren meer welvaart gekregen door dit buurtstation? Ja, absoluut eigenlijk. Door de komst van, laat maar zeggen, van de trein, en niet alleen deze trein, maar ook de trein van de Hollandse Spoorwegmaatschappij, dus onze huidige spoortrein. Die was al in 1874. Nou, is Baren helemaal veranderd. Die was eerst gewoon een eenvoudig boerendorp. Maar door de komst van de trein is het veranderd in een residence. Allemaal luxe dingen kwamen hier. De rijke mensen kwamen hier recreëren. Op een gegeven moment kwamen ze hier wonen. Vooral in de zomermaanden. En deze rijke mensen die namen ook allemaal de welvaart mee uit de grote stad.
Utrecht, Amsterdam, die hadden al gas, water, elektra. En dat wouden wij meenemen, die wouden ze ook hier hebben. Vandaar dat Baren al heel snel een eigen gasfabriek had. Waar bijvoorbeeld elektriciteit hadden we al 5 jaar eerder dan de stad Utrecht. Want dat hadden die Amsterdammers al in Amsterdam en die wouden hier ook elektriciteit hebben. We hadden al heel snel een eigen waterleidingsbedrijf. Al die luxe dingen, die namen ze allemaal mee naar Baren toe. Ik noem bijvoorbeeld de wielerbaan. We hadden in Baren al een wielerbaan. Die heeft misschien maar 10 jaar bestaan. Bij de Wilhelminavijver, hè? Correct, ja. Bij de Wilhelminavijver. En heeft misschien maar 10 jaar bestaan, want toen was alweer de hype voorbij eigenlijk. Hè. Toen de dames, die gingen niet meer fietsen. Maar we waren wel een van de eerste die een wielerbaan hadden. Het begon met de stoomtreinen. Later werd het elektrische treinen. Heeft dat ook gevolgen gehad voor Baren? Ja, dat klopt. In 1898 hadden we eerst de stoomtreinen. En de stoomtrein noemden wij Bello. En waarom Bello? Hij had een bel. En overal als er een keer vee op de spoor liep, dan werd er gewoon flink gebeld. Nou, zo is de naam Bello ontstaan. In 1948 is de lijn geëlektrificeerd. Dus er kwamen elektriciteitskabels bovenlangs. En toen is het stoomtrein helemaal komen te vervallen. En toen is ook naam Bello ook meteen weggegaan. Het bijzondere is dat op die dag, toen die elektriciteit werd aangesloten, ook het gebruik van het spoorstation, buurtstation, hier de generaal, is geëindigd. Passagiers konden hier niet meer opstappen. En we hebben alleen nog maar goederenvervoer hier gehad. En goederenvervoer hebben we hier gehouden tot 1972. En in 1972 is ook het goederenvervoer gestopt. En is ook, zeg maar, de spoorrails zijn hier verwijderd. Ja, en wij zitten hier nu op het spoor. In 1898, met de opening van de spoorlijn Den Dolder-Baren, kreeg Baren op een steenworp afstand van het bestaande station een tweede station. Het eerste station uit 1874 was van de HSM en lag aan de spoorlijn Hilversum-Amersfoort. Gebrek aan samenwerking tussen de NCS en HSM en de onderlinge concurrentie waren de reden dat Baren twee aparte stations vlak naast elkaar kreeg. Er bestond zelfs geen wisselverbinding tussen de beide stations, zodat treinen van de ene maatschappij niet zomaar over konden rijden naar het net van de andere spoorwegmaatschappij. Wel had de regering bedongen dat in tijden van dreigende oorlog op eenvoudige wijze alsnog een wisselverbinding tussen de stations aangelegd kon worden. In 1939 werd deze wisselverbinding ook daadwerkelijk aangelegd, maar waren het toch vooral de Duitsers die hier in de latere oorlogsjaren profijt van hadden. Dit buurtstation is er niet meer. Zijn er veel stationnetjes opgedoekt? Ja, er zijn een aantal, niet zoveel, maar wel de kleine buurtstationnetjes zijn opgedoekt. Zeg maar, diegene in Soest, die zijn er nog eigenlijk. Hè? Want Soestdijk, daar stapte vroeger ook koningin Emma op, zelfs Wilhelmina. Hè? Daar heb je ook nog een klein soort koninklijke wachtkamer. Het is niet koninklijk, maar iets ruimer opgezet dan anders. Ja, en de koninklijke familie die stapt ook als ze naar Utrecht gingen, ook hier uiteraard hier op bij de generaal. Die had zelf een treinstel? Ja, die hadden zijn eigen treinstel, of treinwagon, ik laat maar zo zeggen. Het heette ook de A1, heel bekend, want alle oude koninklijke wagens hebben allemaal een A-nummer. Ja. Dit was de A1 en daar reed moeder koningin Emma mee en ook Wilhelmina, die heeft ook mee gereden. Ik heb net even verteld over de dames die allemaal werkzaam waren bij de NCS. En hier zien we dan van mevrouw Timmer. En het leuke is eigenlijk dat mevrouw Timmer altijd een hondje bij zich had, Bobby. En als de klok zijn begon te klinken, dan begon het hondje te blaffen en trok aan de rok. En zo had ze eigenlijk, zeg maar, een soort dubbele bewaking. Van als zij de tijd was vergeten, dan waarschuwde in ieder geval Bobby haar nog even. Vraag van mij, ga jij vaak met de trein? Te weinig. Nee, ik ga niet zo vaak meer met de trein eigenlijk. Maar ik vind het wel leuk eigenlijk. Maar ik heb als kind wel altijd een modeltreintje gehad, dat moet ik toegeven.